In aanwezigheid van president Santokki is gisteren de eerste steen gelegd voor de herinrichting van het Tatakolinplein in Koroni. Minister Uraikit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme benadrukte dat dit project onderdeel is van landelijke ontwikkelingen binnen de toerismesector. Het initiatief dat tot stand kwam na overleg met experts richt zich op het creëren van faciliteiten die de sector moeten versterken richting 2028. Ramsaran onderstreepte het belang van goed onderhoud en samenwerking om het succes en de duurzaamheid van het project te waarborgen. President Santokki heeft tractoren overhandigd aan agro-coöperaties in Ikeri, waar de productiekosten van rijstboeren met 30% moet verlagen. Rijstboer Rajesh Ramisar meldt dat de machines gefinancierd door de overheid en de coöperaties nu goedkoper grondbewerking mogelijk maken. Het project, ondersteund door het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, omvat ook graafmachines en combines om verdere kostenverlaging in de rijstsector te realiseren. Twee mannen, GP en JA, werden op 10 oktober onwel aangetroffen in hun slaapkamer in het dorp Rikanomovo, Tomungo. GP overleed terwijl JA in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Frans-Guyana werd gebracht, waar zijn toestand nu stabiel is. Het vermoeden bestaat dat de slachtoffers een bedwelmend middel hebben ingenomen wat voor GP fataal werd. Het lichaam van GP is voor verder onderzoek in beslag genomen, terwijl de afdeling kapitale delicten de zaak verder onderzoekt.